Hey, en goed dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Helmut Marko, de uitgesproken topman van Rebel Racing. De meeste van jullie zullen Helmut Marko ongetwijfeld wel kennen. Hij speelt een belangrijke rol bij Red Bull Racing en AlphaTauri en verschijnt regelmatig in de krantenkoppen omdat hij zijn mening vrijwel nooit onder stoelen of banken steekt. Maar wie is deze uitgesproken Oostenrijker eigenlijk? Helmut is op 27 april 1943 geboren in Graz, een grote stad in Oostenrijk. Vandaag de dag maakt hem dat 77 jaar. In zijn hoogtijdagen heeft hij een behoorlijke staat van dienst opgebouwd in de wereld van de motorsport. Tussen 71 en 72 verreed hij 10 Grand Prix voor het team van BRM en McLaren. Ook won hij in 71 de 24 uur van Le Mans, samen met de Nederlandse Gijs van Lennep. In 67 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid. Daarmee heeft hij de titel Doctor der Rechten, zoals het in het Duits heet, verdiend. Dat is waarom Helmut vaak Dr. Helmut Marko wordt genoemd. In 1989 zette hij het raceteam van RSM Marko op. In dat jaar kwam hij ook aan de leiding te staan van het Rebel Driver Development Program, het opleidingsprogramma van Red Bull. Sinds 2005 werkt hij voor het team van Red Bull Racing onder de functie Senior Advisor. Adviseur klinkt misschien wat licht, maar zijn stem weegt erg zwaar binnen de formatie. Als kartrekker van het opleidingsprogramma heeft Helmut onder andere Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen bijgestaan richting hun Formule 1-entree. En vandaag de dag is Max natuurlijk het meest recente succesverhaal. Het begon allemaal met een Formule 3-race op de Oostenrijkse Nürburgring in 2014. De naam Max Verstappen werd op dit punt al regelmatig genoemd in de mondiale autosportwereld. Maar met zijn intrede hier gaf hij zichzelf het laatste zetje richting het Formule 1-contract. Onder kletsnatte en verraderlijke weersomstandigheden bewees Max zichzelf een klasse apart. Hij reed het hele veld het snot voor het ogen en kwam ruim als eerste over de streep. Marko was bij deze race aanwezig om de Nederlander in de gaten te houden, net zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff. Na de race waren ze beide verkocht. In de documentaire Max Verstappen Whatever It Takes vertelt Helmut dat er werd gesproken om Max Verstappen naar de Formule 2 te laten promoveren als volgende stap. Maar de uitgesproken Oostenrijker zag geen belemmering en pakte de volgende ochtend direct de telefoon. Ik belde Jos en zei, vergeet alles maar, we gaan voor de Formule 1. Ik denk dat ik wel een minuut lang geen antwoord heb gekregen, klinkt het lachend. Zo is het allemaal begonnen. De rest is inmiddels geschiedenis. Max debuteerde in 2015 bij het team van Toro Rosso, maar stroomde anderhalf seizoen later door naar het grote Red Bull Racing. Daar wist hij tijdens zijn debuutrace de Grand Prix van Spanje te winnen en sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de meest prominente coureurs, de grid. Het is dus een goede zet van Marko gebleken, maar toen destijds werd aangekondigd dat er een 17-jarig jochie in de Formule 1 zou gaan rijden, waren niet alle reacties positief. De Nederlanders waren door het dolle heen. Veel anderen zeiden, dit kun je niet maken. Dit is te gevaarlijk, bla bla bla, maar dat is gewoon jaloezie. Marko wordt wel eens bekritiseerd vanwege zijn uitlatingen in de media. Zo heeft hij meer dan eens geroepen dat Verstappen in een bepaald jaar kampioen kon worden, terwijl dat volgens de Nederlanders zelf niet meer tot de mogelijkheid behoorde. De man uit Graz heeft echter verschillende keren laten zien dat hij een goed oog voor talent heeft. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Verstappen zijn daar een mooi voorbeeld van. Met het aanstaande Formule 1 debuut van Yuki Tsunoda verschijnt er komend seizoen een nieuwe Red Bull Junior ten tonele. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe de jonge Japanner het er vanaf gaat brengen bij AlphaTauri. Mocht hij het daar goed doen volgend jaar, is het dan zeker niet ondenkbaar dat hij in de nabije toekomst naast Max komt te zitten. En goed, dat was hem dan, het leven van Dr. Helmut Marko. Vond je dit nou een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!